Yo baas, het GameBoxy, daar ben ik weer met de Clash Royale video. De laatste tijd speel ik het weer regelmatig. Ja, dat hebben jullie ook wel door. En ik ga echt als een raket. Ik ga als een raket. Ik heb dit seizoen al ziek veel kronen gehad. Ik ben al bij de 21. Ik heb de pass gekocht, maar ik heb nog niet de rewards geclaimd. Dat gaan we trouwens binnenkort doen. Ik wil binnenkort, als ik de hele pass heb voltooid, alles in één keer gaan claimen. Maar ik denk dat dat over 1 of 2 weken wel klaar is. In ieder geval, dan krijgen jullie dat te zien. Maar we gaan alsnog allemaal kaarten upgraden. En we gaan kijken naar de comments die jullie hebben achtergelaten. Want ik had aan jullie gevraagd welke decks ik moest gebruiken, welke kaart ik moest gaan upgraden. Dus dat ga ik doen. En ik heb ook nog vet veel van de vorige pass volgens mij, qua kaarten. Ja, ik heb zo'n boek der boeken, dus dan kan ik in één keer een kaart upgraden. We hebben nog vet veel van die gewone jokers, zeldzame en echt superveel. We gaan gewoon heel veel opmaken, heel veel upgrades doen en nieuwe decks testen. En als jullie er zin in hebben, doe dat duimpje omhoog. Zo door de 5000 likes kunnen halen. Is veel te veel voor Clash Royale video. Yo, dat bedenk ik me nu. Ja. Weet je, ik ben ook al hartstikke blij met, weet ik veel, 1000 likes. Of 2 likes is ook al hartstikke mooi. En vergeet niet te abonneren en dan dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En voor Bouwzuimer kleding, check bouws.nl. En gebruik natuurlijk de code Bouws als je iets koopt in Brawl Stars, Clash Royale of iets anders. Gewoon in een Supercell game. Ja, dan komt het op neer. Wordt gewaardeerd als je dat doet. Maar laten we trouwens maar beginnen met even deze magische kist openen. Die had ik toevallig gekregen en ik dacht, nou, die bewaar ik sowieso even voor een video. Dat is natuurlijk wel net zo leuk, want je kan hier een legendarische kaart uit krijgen. Dat kan je eigenlijk uit alle kisten, maar uit zo'n magische kist is dat dan toch net iets groter, die kans. Krijg een golden kooi. Ja, let's go, let's go. We krijgen een legendarische kaart. Welke is het? Oh, dit is wel heel lekker. Goed begin van deze video. En wat voor legendarische kaart krijgen we? We krijgen de Nachtheks. Die heb ik level 12 en is een goede kaart. Dus misschien dat ik die nog wel een keertje ga upgraden naar maximaal level. Maar ik heb nu eerst een andere legendarische kaart die ik wil gaan upgraden naar maximaal level. En ik zou die comment er meteen even bij gaan pakken. Namelijk deze van Kunyu. Die zei dit. Bandiet kan in heel veel decks. Dus het lijkt mij de beste optie om te upgraden naar max. En daar ben ik mee eens. Ik heb de laatste tijd tegen best wel veel mensen gespeeld. En ik kwam de bandiet super vaak tegen. Dus ik dacht, weet je wat? Dat vind ik een goed idee. We gaan even een bandiet upgraden. Maar nu heb ik nog 15 legendarische kaarten nodig. Nou heb ik een boek der boeken. En dat is gewoon in één keer, bam, 15 legendarische kaarten erbij. Dat is ziek. En ik heb natuurlijk de pass nu ook gekocht. Dus ik kan nog binnenkort nog zo'n boek der boeken vrijspelen. Dus kan ik eventueel nog zo'n legendarische kaart upgraden naar maximaal level. Maar eigenlijk heb ik nu 15 van die bandieten erbij. Gewoon 15 legendarische kaarten in één keer erbij. En nu heb ik een maximaal level. Ik zal trouwens sowieso even een deck gaan maken met die kaarten erbij. En dit is het deck wat ik momenteel gebruik. Ja, misschien denk je, oh, is helemaal niet zo'n chill deck. Maar ik vind het best wel chill spelen. Want ik speelde eerst altijd met dit deck. Dit was mijn deck echt van vroeger. Maar ik ben even een ander deck gaan spelen. En om eerlijk te zijn, speelt hij vrij chill. Dus dat is wel erg leuk. We kunnen zo meteen wel even één potje met mijn nieuwe deck spelen. En daarna ga ik even die bandiet toevoegen. En ik kwam trouwens nog een comment tegen. Deze was van Ayman Asak. Kali, ik weet, sorry als ik je naam verkeerd uitspreek, maar in ieder geval hij zei dit. Goede deck, vuurbal, Pekka, Wizard, Zap, Skeletten Army, Lumberjack of Houthakker. Je kan het in het Nederlands of in het Engels noemen natuurlijk. Valkyrie en Inferno Dragon. Ik ga zo meteen met jouw deck even spelen. Eens kijken of dat werkt. En dan ga ik zo meteen ook nog even een deck maken met een bandiet. Dus dan gaan we even gewoon van allemaal verschillende decks even testen. En gaan we kijken wat nou de beste deck is voor mij. En hoe ik nou even een nieuw record kan halen. Want mijn record in Clash Royale is 6170 volgens mij als ik het goed heb onthouden. Nou ja, daar wil ik natuurlijk even overheen. Dus dat zou chill zijn. Als dat gaat lukken. Dit is een beetje shit. Hoe gaan we dit ooit een beetje goed verdedigen? Ik ga gewoon even hier en dan met een reus erbij. En dan hoop ik dat mijn reus een beetje kan aanvallen zo meteen. Oké, top. Daar hebben we al geen last meer van. En dit kan ik ook nog redelijk verdedigen. Dus dat is ook chill. En ik ga hier gewoon een Golden Band erbij neerzetten. Oké, dan hoop ik dat ik een Golden Band even die vleermuizen dood kan maken. Dat gebeurt ook. Oké, ik ga zijn toren nog niet neerkrijgen, maar wel een heel eind. Wel een heel eind. Oké, dit is een goed begin. Ja, op de een of andere manier vind ik dit deck best wel chill spelen. Ik heb dus al best wel wat potjes gespeeld met dit deck. En ondertussen ben ik er wel redelijk aan gewend. Het gaat goed. Het gaat goed. We zitten ook alweer bij de 5800 trofeeën. Dus dat is redelijk wat. Dit is wel echt heel irritant hoe die op deze manier speelt. Maar ja, ik kwam er net wel keihard door in de counter. Dus dat is dan wel weer chill. Ik zal hier even een reus neerzetten. Hij heeft pijlen.
Daar moet ik wel een beetje voor uitkijken, maar ik zet nog vleermuizen er even bij neer. Oh, dat is wel nice dat hij dan net de Valkyrie neerzet. Dan heb ik in ieder geval die redelijk snel dood. Die mini P.E.K.K.A. die gaat overleven, maar prima. Prima. Dit kan ik nog wel even counteren. Ja. Oh nee! Ik had mijn gewonden bennen net genoeg naar achteren. Als ik hem iets meer naar voren had gezet, was die Rivaris gekild door de pijlen. Maar ja, dat is zonde voor hem, want dan kan hij dit niet meer verdedigen. En dan heb ik zo meteen... Met één lock, ja, heb ik zijn toren neer. En één zap is ook genoeg. Dus één zap of één lock en ik heb zijn toren neer. Weet je wat? Dat ga ik gewoon alvast doen. Heb ik dat alvast gefixt? En dit vind ik altijd zo chill spelen. Met één toren neer, dan kom je er altijd door. Of heeft hij het al opgegeven? Ik heb zo'n idee dat hij het al heeft opgegeven. Wat ik altijd dan doe, is namelijk mijn reuze hier neerzetten. En dan gewoon allemaal kleine troepen erbij spammen. Weet je, hij heeft pijlen, maar... Als hij dan zijn pijlen of zijn lock niet meer heeft, dan als hij die net heeft ingezet, dan ben je meteen de lul. Dan heb je zoveel troepen in één keer tegen je. Ja, dan ben je echt kansloos. Maar kijk, dit deck, het speelt echt chill. Het gaat goed. Ik sta ook redelijk hoog in de top van Nederland. Nog niet echt bij de top 1000. Maar ik kom er wel bij in de buurt, volgens mij. Ja, dat zit net boven de 6000. Ik zit net onder de 6000. Dus ik kom wel in de buurt van de top 1000. Dus dat is wel nice. Maar ja, daarvoor moeten we natuurlijk nog even strijden. En ik bedenk me iets. We hebben hier ook nog allemaal rewards die we kunnen claimen. Dus dat ga ik ook nog even doen. Dan hebben we bijna 5000 van die gewone kaarten. Nog een EMCRL token. Ik heb daar het maximaal aantal van. Dus ik krijg coins voor in de plaats. Dus dat is in principe ook helemaal prima. Nog 5000 goud erbij. 25 jokers. Nog een gewone relto krijgen we dan ook. Oh, dan krijgen we 250. En nog een epische joker. 7500 goud. Dat is heel lekker. We krijgen nog meer jokers. We krijgen 50 edelstenen. En we krijgen nog gewoon een joker. Een legendarische joker. Dus dit is weer een legendarische kaart die we er gratis bij krijgen. En die 10.000 coins, die kunnen we claimen als we zo meteen nog één potje winnen. Maar tot nu toe gaat alles goed. Ik ga trouwens even een deck kopiëren van Ayman. Dat deck wat ik net zei. En dan ga ik daar even een potje mee spelen. Er is alleen één nadeel voor dat deck die hij zei. Moet ik de Inferno draak gaan gebruiken. En die heb ik level 11. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga hem nog niet upgraden. Tenzij ik denk, nou, dit deck speelt heel chill. Dan kan ik hem eventueel gaan upgraden. Voor nu laat ik hem nog even level 11. Want anders ben ik 50.000 coins kwijt. En 3 legendarische kaarten. Voor een upgrade waarvan ik niet eens zeker weet of ik hem ook daadwerkelijk ga gebruiken. En hierna gaan we nog even één deck maken met een bandiet. Gaan we eens kijken hoe dat gaat. Oké, maar let's go. Even met het nieuwe deck spelen die ik aanbevolen heb gekregen. Zal ik een P.E.K.K.A. erbij neerzetten? Ik doe het gewoon. Een nadeel is wel, ik heb geen zet, maar ik kan de vuurbal zo meteen inzetten eventueel. Als hij nu iets gaat doen, dan kan ik vuurbal neerzetten. Oké, nou, maar die tovenaar pakt natuurlijk ook redelijk veel. Oké, dit is wel een beetje balend. Ja, deze aanval ging niet helemaal zoals gepland. Nee, maar het is even wennen, hè. Het is de eerste keer voor mij met dit deck. Dus dan is het niet heel erg dat het niet meteen goed gaat. En die Valkyrie, die krijg ik ook zo vaak tegen mij. Dat is niet normaal. Bijna elk deck heeft die kaart gewoon. Oké, we gaan nu even die hier neerzetten. En dan denk ik dat ik dit wel kan verdedigen. Misschien, nou, het zou mooi zijn als hij geen 1 hit kan doen. Dat zou wel echt heel baas zijn. Oké, hij heeft 1 hit gedaan met die reus. Hij heeft toch iets damage gedaan. Maar niet veel. Dus in principe vind ik het nog redelijk. Ik zal hier even een tovenaar bij zetten. Oh, die was echt perfect getimed. Dat is even heerlijk. Oké, ik heb nog een zap. Mocht hij dit op de een of andere manier willen verdedigen. Nou, dit ga ik niet zappen. Dit vind ik zonde om te zappen. Nee, inderdaad. Oké, maar zometeen ga ik een aanval doen met mijn P.E.K.K.A. weer. Dan heb ik een zap wel nodig, want dan kan ik natuurlijk die skelettenarmy van hem in één keer neerhalen. En dan heeft hij echt een probleem, want dan moet hij op de een of andere manier die P.E.K.K.A. gaan verdedigen. En ik denk dat het hem dan niet gaat lukken. Die Inferno-draak kan ik trouwens ook goed gebruiken om zijn reus te verdedigen. Ik heb zo'n idee dat dit deck nog vrij prima is. Ook al is het de eerste keer dat ik ermee speel, tot nu toe gaat het wel vrij prima. Ik zal hier even een vuurbal neerzetten. En dan hier even een zap. Ja, zap. En dan is het hopen dat ik alles daar neer krijg. Oh nee, shit. Oké, dit is jammer. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel prima. Want die reus die is al gewoon bijna dood. Dus die hoef ik niet meer te verdedigen. We doen de aanval gewoon nog een keer. Eens kijken of ik er dan wel door kan komen. Het zou baas zijn. Dan moet hij natuurlijk op mijn P.E.K.K.A. Ja, gebeurt dat ook? Ja, dat is helemaal top. En oké, dit is prima. Ik zal hier even een vuurbal neerzetten.
Gewoon puur om te irriteren. Ik denk dat hij zo meteen weer een skelettenarmy daar neer gaat zetten. Oh nee, dat doet hij niet! Nice! Oké, ik kan er nu alsnog een zet neerzetten. Oh, dit is ziek! Nice! Oké, maar joh, ik ga gewoon met dit deck waarschijnlijk winnen. Terwijl dat dit gewoon mijn eerste keer is met dit deck. Oké, dit is inderdaad een goed deck. Misschien dat ik me in Venodraak moet gaan upgraden. Laat even weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Weet je, ik ga het nu nog niet meteen doen, maar misschien voor in de toekomst is dat wel een goed idee. Ja, dit ga ik nu verdedigen, denk ik. Ik denk dat hij hier nu niet meer door gaat komen. Lijkt mij. Kan, oh ja, inderdaad. Dat kon niet, daar had hij te weinig tijd voor. Easy game, easy game. Oké, tot nu toe gaat het helemaal perfect. 31 trofeeën erbij. En dat betekent dat we ook de 10.000 coins hebben verdiend. Dus dat is erg nice. Dus dan hebben we alweer 130.000 coins. Of 140.000 al bijna. Dus dat is erg lekker. Oh, wat gaan we lekker. Het zou wel nice zijn als ik dit seizoen meeste 3 kan halen. Dat zou wel ziek zijn. Maar ja, dat gaan we wel zien. Ik ga nu trouwens nog even een bandiet deck maken. Dus een deck met mijn nieuwe kaart bandiet of struikrover. Ik ga even op internet op zoek naar een deck waarvan ik denk, ja, dat is goed. Oké, dit is het deck geworden uiteindelijk. Eens kijken wat hier terecht van gaat komen. Het ziet er wel op zich vrij goed uit. Nu even kijken of we ook daadwerkelijk kunnen winnen met dit deck. Het zou wel ziek geniaal zijn. 3 verschillende decks, 3 keren win. Oké, let's go, let's go, let's go. Appelse concentratie. Even zorgen dat we die weer gaan halen. Ik ga gewoon even die Kobolden Ton inzetten. Kijk, daar moet hij op reageren. Hij heeft een vonkje. Oké. Ik ga hier even een prins neerzetten. En gunstelingen. Kijk, want hij moet nog even een tijdje wachten. Oké, ik kan hier even pijlen neerzetten. Dit is wel echt heel shit. Oké, dat is balen. Nou, ik heb in ieder geval een skelettenleger. En ik heb hem meegereden waarmee ik dat vonkje wel kan verdedigen. Ja, dat gaat wel goed komen, maar het is alsnog wel een beetje balen. Ik zal hier even een skelettenleger neerzetten. En gaat dit dan goed komen? Ik heb geen idee of dit goed gaat komen. Oké, ik heb die hit van dat fokje kunnen verdedigen, maar voor de rest niet echt. Ai. Oké, het is nog even wennen voor mij, hè, weet je. Dat is voor mij ook even de eerste keer hier weer. Gaat die bandiet nog een hit doen? Dat zou mooi zijn. Nee, net niet. Ik kan nog wel wat doen met die Kobolden Ben, of de Kobolden Ton. Ik doe in ieder geval iets damage terug. Maar oké, hij gaat mijn toren neerhalen. Ik ga dat niet verdedigen, want dat kost voor mij 3 elixen. Dat is te duur, dat is te duur. Oké, dit gaat een heel lastig kwijt worden. Het is natuurlijk ook voor mij wennen, weet je. Al die nieuwe decks, het is gewoon altijd even uitvogelen. Het is vaak niet dat je in één keer goed gaat spelen. Ik denk dat ik al weet wat hij gaat doen. Dus ik zet gewoon mijn pijlen hier zo neer. Oh nee, oh shit. Ik had verwacht dat hij daar... Oké, dit is balen. Dat hij daar zijn heks neer zou zetten. Dat deed hij blijkbaar dus niet. Oké, ik heb alsnog zijn toren. Dus dat is mooi. Dat is mooi. Hij heeft gewoon te veel verspild. Hij zet nu alsnog zijn heks daar neer. Ik zal hier even die skeletten leeg neerzetten. Die vleermuizen erbij. En ik zal mijn struikrover er even bij neerzetten. Oh, donder. Oké, die struikrover was achteraf niet eens nodig. Maar we hebben het overleefd. We hebben het gewoon overleefd. Dat is toch even heel chill. Dubbel elixir. Ik heb mijn mega ridder nog steeds ingezet. Ik wil mijn mega ridder eigenlijk ook alleen maar inzetten voor defense ook. Als ik het aanvallend ga inzetten, dat vind ik altijd zo zonde. Dat is heel shit. Nou oké, ik ga het gewoon doen. Want ik kan nu niet zoveel anders, heb ik het idee. Dus ik weet niet of dit de juiste keuze was. Maar we proberen het gewoon. Oké, dan moet die mini P.E.K.K.A. natuurlijk dood. Ik kan hier even vleermuizen neerzetten. En dan zet ik er een bandiet bij neer. En hier even pijlen. En dan hier een skelettenleger. Om daar gewoon puur te verdedigen. En dat was een goede keuze. Helemaal prima. Dan hebben we dit nog redelijk gedaan. Vind ik zelf. Ja, dat vind ik zeer zeker zelf. Oké, die mega ridder ga ik zo meteen inzetten daar. Ja, dat is een goeie. Die heeft hij nog steeds niet gezien. Dus dit komt wel, denk ik, als een verrassing voor hem. Dus dat is eigenlijk alleen maar beter. Even pijlen erbij. Dan gaan mijn mega ridder helaas wel dood. Ja, dat dan weer wel. Ik ga gewoon even volop in de aanval nu. Even kijken of we nu een eind aan kunnen maken. Oh, dat zou mooi zijn. Dat zou ziek mooi zijn. Oké, hij kan het niet goed verdedigen. Struikrover erbij. Met een beetje mazzel gaat hij op de toren. En dat doet hij niet. Ga op de toren. En... oh, ik heb een Kobolden Ton. Dus daarmee zou het misschien nog gaan lukken. Oké, en ik heb ook nog pijlen natuurlijk. Ik zal hier even mijn mega ridder nu neerzetten. En ja! Ziek! Lekker man, ik ben op.
Fire! Ziek man, oké. Okay. 3 verschillende decks, 3 keer een win. Ik weet nou nog steeds niet wat ik nou precies moet doen en gaan gebruiken als deck. Maar dit waren in ieder geval 3 decks die ik chill vond spelen. Dit is mijn deck die ik normaal gebruik. Dit is het deck die ik de laatste tijd gebruik, ook chill. Dit is het deck die ik tegenkwam in de comments, speelde ook goed. En dit deck heb ik nu zelf even in elkaar gezet met de bandiet en even op internet gezocht wat goed zou kunnen werken. Maar het gaat vrij goed. Ja, dat is wel heel lekker. Laat me weten in de comments welk deck jullie het best vonden van de 3. Dan kan ik misschien daar binnenkort verder mee pushen. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!